talent vanuit de Star Sound Studios in Utrecht. En naast mij, Elske de Wal. Hallo. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Mensen noemen jou dan iedere keer op keer weer, het best bewaarde geheim van Friesland. Ja, ik weet het ook niet. Volgens mij is het geen geheim meer. Hey, op een gegeven moment is het geheim, dan is het doorverteld en dan weet iedereen het. Dan is het dat meisje dat iedereen kent uit Friesland, toch? In Friesland misschien, maar we zijn nu bezig zodat nog meer mensen mij kennen natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Maar word je er niet gek van dat iedereen dat iedere keer zegt? Nou, eigenlijk niet. Ik vind het wel grappig, maar op een gegeven moment, ik denk dan ook van ja, volgens mij is het geen geheim meer. En nou ja, het is een leuk zinnetje, dus het is wel grappig. Okay. Nou, dit is dus Elske de Wal. Zij is het best bewaarde geheim van Friesland tot nu, want nu zit jij te kijken en spread the word. Check vooral ook alle andere filmpjes die je van haar kan checken hier op de website. Wat is nou Elske de Wal? Ja, dat ben jij, dat begrijp ik, maar omschrijf je muziek eens? Mijn muziek is denk ik heel organisch, met echte instrumenten, warm en persoonlijk en volgens mij ook wel soulful. Head on straight. Ooh, I miss your lying ways. Even a fool like you, yeah, a fool like you. But love, I miss your lying ways. Message on my phone tell that I was with another girl in a cheap drive-thru motel. He steps through the door with his shirt untucked. I'm so sorry, babe, the elevator had worked stuck.
heb je een demo'tje gemaakt. De eerste demo die je maakt. En die stuur je een beetje rond. En dan krijg je direct een platencontract. Nou, dat is wel grappig, want eigenlijk heb ik hem zelf niet opgestuurd. Ik was eigenlijk nog midden in het demoproces. En degene die het afmixte, die was op dat moment aan het werken bij Universal. Voor Universal. En die had hem even sneaky zo van, moet je even luisteren. En toen werd ik gebeld van, ja, ik heb hem gegeven aan de platenmaatschappij. En ze wilde je eigenlijk spreken. Dus ik had echt zoiets van, hè? Nou ja, leuk natuurlijk. En nou ja, de rest is history.